De Kikkerkoning, een sprookje van de gebroeders Grimm. Geïllustreerd en voorgelezen door het zesde leerjaar van HBS de Zonnebloem in Zonnebeke. Heel lang geleden was er eens een koning. Vlakbij het kasteel was een groot donker bos. Als het een heel warme dag was, ging het meisje naar het bos en zette zij dan op de rand van de koele bron. Dan gooide ze haar bal hoog boven zich en ving hem daarna weer op. Nu gebeurde het op een dag dat de bal niet in haar hand werd opgevangen, maar langzaam onder het wateroppervlak verdween. Bij die gedachte begon de prinses te huilen. Plotseling riep iemand: "Wat is er aan de hand, prinses?" Het meisje keek om zich heen. Toen kreeg ze een kikker in de gaten. "Ach, kikkertje, ik huil zo omdat mijn gouden bal in het water is gevallen." "Wees maar stil en huil niet. Ik kan je wel helpen. Maar wat geef je me daarvoor terug als ik je die mooie bal bezorg?" "Alles wat je hebben wilt, lieve kikker, wat je maar wilt." "Aan rijkdom heb ik niets. Nee, ik wil het allemaal niet. Ik heb een heel ander wens." "Wat wil je dan? Zeg het." "Ik zou willen dat je mij van harte lief had, dat ik je speelkameraadje mag worden. Bij het eten van je bordje lekkere beetjes krijg en 's nachts naast je mag slapen." De koningsdochter stemde toe, want ze dacht: "Wat een onzin," zegt die domme kikker. "Hij hoort toch samen met zijn soortgenoten in het water? En hij kan toch nooit een speelkameraadje van een mens zijn?" De kikvorst dook onmiddellijk tot op de bodem van de brand. Na een tijdje kwam hij weer boven met in zijn bak de bal. Ze pakte het onmiddellijk op en rende ermee. "Hé, wacht toch even op mij. Ik kan niet zo hard lopen als jij." Maar ze keek niet op of om. De volgende dag zat de prinses samen met haar vader aan een feestelijk en rijk gedekte tafel. Even later werd er aan de deur geklopt. "Prinses, doe open." Toen de prinses echter open had gedaan en de kikker zag, sloeg zij de deur onmiddellijk dicht. De koning zag wel dat er iets aan de hand was en vroeg: "Kindje, wat heeft je zo aan het schrikken gemaakt? Staat er een reus voor de deur die je komt halen of zoiets?" "Ach wel nee, het is met een stomme kikvor." "Wat wil hij dan van je? Waarom komt hij hier?" "Toen ik gisteren in het bos was en bij de bron zat, viel mijn gouden bal in het water. En omdat ik zo huilde, heeft deze kikvor hem voor mij weer opgehaald. Ik moest hem daarvoor echter beloven dat hij mijn speelkameraadje zou worden. Hij is zo nat en lelijk, ik ben gewoon bang voor hem." "Ga, mijn kind, en doe voor hem open. Wat men beloofd heeft, moet men ook nakomen." Zij ging en liet de kikker binnen, die haar tot op de voet volgde tot aan de tafel. Eenmaal op de tafel zei de kikvorst: "Laten we nu samen lekker eten van je houten bordje." De prinses deed dat. De kikker liet het zich goed smaken. Eindelijk zei hij: "Ik heb nu genoeg en ik ben moe. Draag me naar je slaapkamer, dan gaan we samen in jouw zijden bedje slapen." De koningsdochter begon te huilen. De koning werd boos en riep: "Hij die je in nood geholpen heeft, mag je later niet verachten." De prinses was ontzettend bang. Toen zei de kikker: "Prinses, ik heb er genoeg van. Ik wil dat je mij in je bedje neemt." De prinses werd daarom zo woedend dat ze de kikker oppakte en haar familie gooide. "Zo, jij lelijke kikvorst, daar kun je het mee doen." Plotseling was het dier verdwenen. De koningsdochter keek angstig rond. Toen stond zij plotseling oog in oog met een heel mooie prins. "Wees maar niet bang, prinses. Ik zal u niets doen. Als u toestaat, zal ik mijn geschiedenis vertellen." De koningsdochter knikte. "De kikvorst, die u daarnet zo verschrikkelijk vond, mijn prinses, dat was ik. Een boze heks heeft mij in die gestalte betoverd. En alleen u kon me helpen." "Maar waarom, prins, bent u dan door die heks betoverd?" "Ik zou met haar dochter een boze, lelijke prinses trouwen, maar ik wilde niet. En toen werd ik betoverd en haar moeder zei: Jij wilt mijn dochter, de lelijkste prinses van de wereld, niet trouwen. Wel, nu bleef jij dan maar een lelijke kikker tot de mooiste prinses van de wereld je komt verlassen. Wat ben ik blij dat mijn vader mij gedwongen heeft om mijn belofte na te komen. Anders was u nog steeds een nare koude kikker gebleven in plaats van een prins." Plotseling ging de deur open en keek de koning naar binnen. De prinses vertelde haar vader hoe alles zo gekomen was. En de volgende morgen stond het al vast dat de prins met de prinses zou trouwen.